Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien wat mijn allereerste impressie is en hoe mijn eerste week is verlopen in Pokémon Pocket, de nieuwe mobiele game van Pokémon waarin jij virtueel Pokémon pakjes kan openen. Zoals je hier ziet, ik zelf ben heel enthousiast over de game, uiteraard als Pokémon fan. En ik wilde jullie eigenlijk gewoon een beetje meenemen naar hoe mijn eerste week is verlopen, wat mijn impressie is, wat ik goed vind. Er is weinig wat ik slecht vind. Dus dat. Jullie zien hier het proces van het openen van een pakje. Je kan de pakjes lekker ronddraaien. Je kan swipen en doen. Je kan de eerste de beste aanklikken. Je kan ook 1000 keer blijven twijfelen over welke je opent. Ik koos voor deze. Je doet ook echt zo rats het labeltje eraf. En dan zitten daar 5 kaarten in. Waarvan commons, uncommons, rares. Kan van alles zijn. Hier zie je dat ik 2 Dragonairs uit een pakje haalde. Dat kan ook gewoon. En die worden toegevoegd netjes op volgorde in de map. Zodat je overzichtelijk voor jezelf kan zien welke kaart je nog moet sparen. Het zijn andere designs dan de kaarten die je fysiek kan krijgen. Dat maakt het extra leuk om gewoon hierin ook alle kaarten te willen verzamelen. En er zitten ook verborgen challenges in. Zoals ik heb gezien dat een aantal mensen al een Mew kaart hebben gekregen. En die krijg je alleen als je de eerste 151 Pokémon weet te verzamelen. Je kan een paar kaarten wonder picken. Zoals je hier ziet, deze Squirtle heb ik gewonderpicked. Dat is dat je van andere spelers uit 5 kaarten die gehusteld worden, 1 kaart mag kiezen, gratis. En met een beetje geluk heb je dan de kaart die je zoekt. Ik moet zeggen, 9 van de 10 keer pak je ook een kaart die je al hebt of een hele common kaart. Maar dat maakt allemaal niet uit. Er zit ook een puntensysteem in. Als je iedere dag inlogt, een pakje opent, een wonderpick doet, een battle doet, wat ook kan in deze app. Krijg je punten, zoals zandlopertjes, waarmee je de tijd kan inkorten om nieuwe pakjes te openen. Je mag namelijk om de 12 uur een gratis pakje openen. Dat is 2 pakjes per dag. En ik vond eigenlijk helemaal in het begin van het spel dat je eigenlijk best wel vlot er doorheen kon. Je kon best wel snel zandlopertjes verzamelen en pakjes blijven openen. Het is natuurlijk ook een beetje om je verslaving daarin te triggeren. En dat het voelt alsof je pakjes kan blijven openen. Nu, tegen het einde van de eerste week, moet ik zeggen dat dat een heel stuk minder is geworden. En je echt moet vasthouden aan die 2 pakjes per dag. Maar dat maakt het ook wel leuk. Je krijgt ook echt een melding. Hey, het is weer zover. Je kan weer een pakje openen. Hier zie je dat ik de Starmie eruit heb gehaald. Ik blijf nog heel eventjes rustig pakjes openen. Hier ging ik aan de slag met Pikachu. Mijn tactiek is eigenlijk gewoon 1 keer een flinke rats eraan geven. Dat die pakjes ronddraaien en waar die op landt, die open ik. En in dit geval haalde ik daar deze kaart uit. Een Clefable, een Magnemite. Wat zit erachter? Een Drowsy. En dat was het, geloof ik. Of nee, ook nog een Pinsir zit erin. Hartstikke leuk. Ik moet zeggen, je komt best wel vaak dubbele tegen. Het wordt op een gegeven moment best wel tricky om nieuwe kaarten te verzamelen. Met dat wonderpicken kun je best wel makkelijk kijken van hey, welke van mijn vrienden, hier zie je trouwens mijn friendcode, mocht je me willen toevoegen. Welke van mijn vrienden heeft nieuwe kaarten gepakt en waar kan ik van wonderpicken? Met een beetje geluk pak je dan net die pareltjes eruit die je zelf nog niet hebt. En je kan natuurlijk gewoon om de 12 uur weer een pakje openen met daarin de mogelijkheid dat er iets moois in zit. Op een gegeven moment kwam ik ook achter dat als je je stapeltje een beetje vastpakt en kantelt, dat je kan zien aan de voorkant of er al iets moois in zit. Wat natuurlijk wel een beetje de verrassing weghaalt bij het openen, maar maakt niet uit verder. Ik vond dat een leuke feature. Je ziet hier, ik ben level 3. Je hebt verschillende decks die je kan verzamelen, waarmee je dus weer kan battelen. Trading zit er nog niet in deze early access fase, maar ik ga ervan uit dat je op een gegeven moment gewoon dubbele kaarten die je hebt kan traden met andere vrienden. Ik heb bijvoorbeeld al 2 keer een Illustration Rare Gyarados, 2 keer een Articuno, dus die kan ik weer ruilen voor andere mooie dingen. Hier had ik een Electabuzz nieuw, daar ben ik hartstikke blij mee. Electabuzz is natuurlijk mijn favoriete Pokémon, dus die was hartstikke welkom. Een Omastar, we gingen weer verder. Hier ging ik voor een Charizard pakje. Het is zo, je hebt Charizard, Pikachu, Mewtwo nu in deze eerste set kaarten die ze aanbieden. En in ieder verschillend pakje zit ook een andere set kaarten. Dus bij de Charizard
heb je Charizard. Bij Mewtwo heb je geloof ik Venusaur en de hele Evolution line, et cetera. Bij de Pikachu de Blastoise. Dus je moet ook een beetje gaan switchen. Die openen, die een keer openen. Daar mis ik nog wat van. Dus ja. Dus dat vond ik leuk. Hier open ik 10 pakjes in één keer. Dat kan ook. Als je 120 zandlopertjes hebt, kun je in één keer die 10 keer 12 uur opdoeken. En 10 pakjes in één keer openen. Dat is early game dus heel makkelijk. Nu moet ik zeggen dat nu ik even aan het spelen ben, helemaal niet meer zo makkelijk is. En hier was mijn allereerste prachtige kaart. De Pikachu EX. Want wat je in deze app ook hebt, is een immersive kaart zoals deze. Dat als je die opent, kun je daar helemaal doorheen kijken. De Ponyta's, de Pikachu's. Je hebt er ook eentje van Charizard, eentje van Mewtwo. Ja. Gewoon een leuk extraatje. Dat heb je natuurlijk niet bij fysieke kaarten. Die zijn mooi. Die kun je vasthouden. In deze mobiele app kun je dus zo'n immersive kaart vinden. Daar was ik hartstikke blij mee dat ik die had. En Pikachu is dan ook wel gelijk degene die ik het liefste wilde. De Charizard is ook mooi hoor. En de Mewtwo is ook cool. Maar dit is wel een must-have voor mij in de app. Kijk, gelijk een screenshotje maken. Gelijk opscheppen op social media. Waarom ook niet? En ik laat hier ook gewoon even zien wat er in de andere pakjes zat. Want er zaten meerdere EX's in. Meerdere Illustration Rares. Ik moet zeggen, kijk, hier heb je er weer eentje. De pull rate is best wel oké. Als je iedere keer één pakje opent, moet je een beetje geluk hebben. Maar ik denk, ik heb nu 500 kaarten verzameld. En ik geloof 180, 182 unieke. En daarvan is denk ik 1/10 of 1/9 of zo is een hit. Hier had ik ook weer een hitje. De Snorlax. Dus dat is best wel oké. 1 op de 9 kaarten is dus een hitje. Je hebt ook gewoon regular holos. En het kost je niks. Het is gratis om de pakjes te openen. De app is gratis. Tuurlijk kun je extra boosters bijkopen en geld uitgeven aan de app, zodat je sneller pakjes kan openen. Ik doe dat niet. Ik heb het tot nu toe ook nog niet nodig gehad, vond ik. Want 2 keer per dag de app openen en eventjes je ding doen. Eventjes een pakje openen. Eventjes een battletje. Is prima. Dus je verliest er niks op. Het is een gratis game. Als je er een hitje uit haalt, hartstikke leuk. Is het niet zo? Jammer joh. Je hebt er geen 6 euro aan een pakje voor uitgegeven, bij wijze van. Dus het is gewoon laagdrempelig. Het is leuk. Iedereen kan het doen. Of je nou rijk bent of niet. Iedereen kan het spelen. Dus dat vind ik echt wel een goede keuze van Pokémon. Uiteraard is er een pay-to-win systeem. Uiteraard gaan mensen er honderden euro's tegenaan gooien om binnen no time alle kaarten bij elkaar te rapen. Ik doe dat niet. Die keuze laat ik bij jezelf. Hier had ik de Zapdos. Wat ik eigenlijk gewoon een beetje met deze video wil laten zien is hoe de app werkt. Jullie kunnen hier zien hoe je de pakjes opent. Ik vertel je een beetje over mijn ervaring erin, dat ik het dus positief ervaren heb, dat het niks kost. Dat ik denk dat het zonder te betalen aan de app prima kan om alle Pokémon-kaarten te verzamelen. Dat het leuk is om vrienden te maken, zodat je meer opties krijgt bij het wonderpicken. Het battlesysteem werkt hartstikke goed, het is versimpeld. Dat zal uitgebreid worden naarmate er meer sets volgen. Maar dat zal ik zo meteen ook al even laten zien hoe het battelen werkt. Hier zie je dat al die kaarten van die 10 pakjes die ik heb geopend, hop hop hop, zo in de Pokédex verschijnen. Of in ieder geval in je lijstje. Het wordt allemaal hartstikke mooi bijgehouden. En ja, dat nodigt ook uit van, oh die mis ik nog. Oh daar moet ik nog naar zoeken. Oh. Voor een verzamelaar als ik is dit echt een walhalla. Hier ga ik de app nog een keer openen. Om te laten zien hoe het eruit ziet als je dus de app opent. Hey, je kan een pakje openen. Je kan kiezen welke. Ik ging hier voor Pikachu. Verschijnen die pakjes. Dan geef je er weer een slinger aan. En dan kies je het eerste pakje waar die op landt. Dat is hoe ik het doe. Je kan ook gewoon zeggen ik kies de eerste. Of ik ga 5 minuten lang swipen totdat ik er eentje kies. Bij deze was het de Pikachu. Dan kun je dus het pakje zo'n beetje draaien om te zien of er ergens een rainbow of iets in zit. Dat was in dit geval niet zo. Wel een nieuw kaartje. Lieutenant Surge. Hartstikke welkom. Die wordt weer toegevoegd aan de map. En even kijken. Volgens mij ging ik ook nog heel eventjes battelen. Hier zie je het shopsysteem. Daar heb je iedere dag een gratis pakketje met wat zandlopertjes en dat soort dingen. Hier zie je ook dat ik mijn bonussen toevoeg, zodat je bovenaan het balkje vol krijgt en je daar ook weer
kaartje kan toevoegen. Daarvoor moest ik ook nog even Wonder pikken. Dan zie je hier dat ik ook zit te kijken. Hé, welke heb ik nog niet, welke wel. Linksonder bij het kaartje zie je een soort icoontje van... Hé, die zit al in je map of die heb je al. Dus ik zoek altijd een beetje naar degene die nog iets heeft wat ik niet heb. Nou, hier greep ik hartstikke mis. Maar hé, wel mijn bonus. En dat betekent dat je gewoon weer wat zandlopertjes erbij hebt. Waarmee je de tijd weer een beetje kan inkorten. Mocht je weer een pakje willen openen. Dus dat werkt eigenlijk hartstikke prima. Er is ook een systeem dat als de community jouw dingen liked. Je kan namelijk een aantal binders displayen of kaarten displayen. Daar krijg je ook bonusjes voor. We gaan gewoon nog een pakje openen. Gewoon omdat het kan. Mijn timer was weer op, zo te zien. Toen zag ik een achterstevoren pakje. Daar was ik door geïntrigeerd. Dus die wilde ik openen, het pakje achterstevoren. Die draaide ik nog even om. En eens even kijken of daar iets bijzonders in zat. We draaien het pakje. Nee, helaas. Maar de community helpt ook heel erg. Dat wilde ik vertellen. Dus een community die iets van jou liked, daar krijg je een item voor. Ik like ook gewoon één keer per dag alles wat ik zie staan. Dat is gewoon een... dat doe je. Bij het wonderpikken kun je een thank you sturen. Als je gebattled hebt, kun je een thank you sturen. En dat levert gewoon een extra bonus op. Dus waarom zou je dat niet doen? Het is gewoon een simpel knopje om in te drukken. En ik heb ook wel het idee dat iedereen dat een beetje aan het doen is. Er zitten voornamelijk gewoon Pokémon fans op de app. En ja, dan deel je dat met elkaar. Ik hoop dat ik nog iets moois kan laten zien. Een mooi hitje. Eens even kijken of ik hier een pakje open waar iets moois in zit. De Pikachu. We ratsen hem open. En daar zit... Ja, er zit zeker wat in. Zien jullie daar in het midden? Dat verkleurde dingetje. We hebben hier een Raticate. Daarachter zit nog een uncommon als het goed is. Oh nee, daar is die al. De Gyarados. Een dubbele, want deze had ik al. Maar dit is dus zo'n illustration rare. Ja, ik vind het super vet. Je kan ze draaien. Je kan er nog meer naar kijken. Hier zie je alles wat ik heb. Een dubbele Gyarados, zo te zien. En ja... dat is tot nu toe zijn alle illustration rares die ik heb. Er zijn ook een hele hoop EX's die ik heb. Maar dat is een beetje wat je kan verwachten van de app. Hier heb je nog het battle systeem die ik heel eventjes laat zien. Of heel eventjes, ik laat een hele battle zien. Maar om eigenlijk te laten zien hoe versimpeld het is. En dat als jij hier in deze app springt, je het ook gewoon gelijk kan doen. Je moet in principe 3 punten verzamelen, 3 Pokémon verslaan. Als je een EX Pokémon verslaat, krijg je gelijk 2 punten. Dus dan hoef je er maar 2 te verslaan. En je krijgt gewoon iedere beurt een energy die je kan spenderen. Ik heb op dit moment een deck waar ik heel blij mee ben. Met een Zapdos, een Articuno en voor de rest Dragonite. Omdat ik die aanval gewoon heel chill vind die Dragonite kan. Je ziet dat ik vecht tegen een Grass-type deck. Mensen hebben ook een Fire deck met Charizard. De Pikachu decks kom je tegen. Je kan het helemaal naar je eigen zin maken. En ja, het is laagdrempelig. Het zijn potjes van een paar minuten. Dan is het meestal wel al gedaan. Gaat snel tussendoor. Het werkt vloeiend. En tot nu toe heb ik ook gewoon gemerkt, als je een random match doet, dat je binnen no time gekoppeld wordt aan een speler. Dus er zijn echt een hele hoop mensen die dit doen. En dat maakt het ook echt wel leuk. Het wordt ook bijgehouden, je battle history. Niet hoe vaak je verloren hebt, dat is ook fijn. Maar gewoon hoe vaak je gewonnen hebt, hoeveel damage je hebt gedaan, hoeveel punten je in totaal verzameld hebt. En dan kun je dus ook weer rewards voor krijgen. Dus dat vond ik wel leuk. Hier zie je dat ik een potionkaart heb. Ik gooi er weer een energy op. Volgens mij heb ik ook al een Dragonair om te evolueren. Daar gaat hij. Hoppakee. En ik ben langzaam aan het opbouwen naar mijn Dragonite. Om op die manier het potje in één keer af te ronden. Want mijn Dragonite doet 200 damage of zo. Wil ik nog iets vertellen? Over het battle systeem. Nou, in principe niet. We gaan nu gewoon heel eventjes skippen naar waar ik het heb afgerond. En dan is het potje klaar. Want dan hebben wij 3 punten. Zoals je ziet heb ik er nu al 2 onderaan. En dan is het de derde. En dan is het potje klaar. In de originele TCG moet je geloof ik 6 overwinningskaarten verzamelen. Dus het is gehalveerd. En omdat dit er nog maar 1 virtuele set uit is, is het ook nog niet zo heel uitgebreid qua aanvallen, qua verschillende Pokémon, qua trainers en tactieken. Dat zal waarschijnlijk wel meer uitbreiden naarmate de app langer bestaat en meer sets gaat uitbrengen, wat zeker weten gaat gebeuren, gok ik.
Dit is in ieder geval een beetje het battle systeem. Ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben van de app en of het iets voor jou is. Ik hoop jullie daar te zien. Voeg me toe, jullie zagen mijn friendcode al eerder. Hier zien jullie hem nog een keertje. Oh nee, sorry. Maar ik hoop jullie daar te zien. Ik ben enthousiast en ik hoop jullie ook na het zien van deze video. Dit was in ieder geval mijn eerste impressie, mijn beleving van de app. En ja, doe ermee wat je wil. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk spreken we elkaar snel een keer. Ciao.